gestart? Ja. Ik weet waarom iedereen Jack de Prikker doet. Omdat niemand weet wat zijn echte naam is. Dus noemen ze hem Jack de Prikker. Want hij heeft een mes. En dan noemen ze hem Jack de Prikker. Omdat hij prikt met zijn mes. Maar waarom noemen ze hem niet Stijn de Steker? Maar Jack de Prikker. Maar ze hebben al Jack de Prikker gebracht. En zo kon er geen andere naam. Waar zit hij? Dat is een heel bevredigend antwoord, schatje. Ik heb er pas nog bij mijn man over geklaagd dat Jack de Prikker nooit meer toeslaat. Al maandenlang niet. Bestaat Jack de Prikker dan niet meer? Hij is in rook opgegaan. En hij is zijn straf op die manier aan het ontlopen. Maar is Jack de Prikker dood gegaan? Nee, hij is in het rook opgegaan. Hij is niet meer. Hij heeft zijn slechte daad niet meer ten uitvoer gebracht. Dus nu heb ik geen mes meer. Hij heeft geen actief prikmes meer.